Als je leven lang fit moet zijn, dan zul je toch iets aan beweging moeten doen. En bewegen is voor ons meer dan alleen maar wat, laten we nu even wat knipmessen en wat andere dingen doen. Dat trainen van een paard, daar weten we vaak alles van. Maar trainen van paard en ruiter, dat is een stuk minder bekend. Het eco-team van Adelinde Cornelissen en Tjalling van den Berg vertelde deze avond op het KNS-centrum in Ermelo alles over het belang van een fitte ruiter, zowel fysiek als mentaal. En dat viel in de smaak bij de vele bezoekers die tot hun eigen verbazing ook nog een actief aandeel in de avond mochten leveren. Maar dat doen we niet in de aardappelhouding. Dat doen we in de kinderhouding. Tja, en probeer dan maar eens een balletje te vangen of op zo'n balansbal te blijven zitten. Valt niet mee, maar het enthousiasme is desondanks groot. Ik vind het wel grappig. Is het grappig of is het ook nuttig? Nuttig ook, zeker. Ik vind het hartstikke leuk. Maar ook dat je wat meer erin betrokken wordt en je denkt over dat soort dingen niet na. En nou moet je het ook nog doen ook. Dus ik ga er zeker thuis wel een keer mee oefenen. Stiekem. Hoe is het met jouw buikspieren? Die zijn aardig goed getraind. Maar het valt niet mee, hè? Nee, het valt niet mee, nee. Want je balans is zo gauw kwijt. Je denkt je buikspieren aan te kunnen spannen, maar op het moment dat je dat gaat doen, dan wiebel je toch weer alle kanten op. Adelinde Cornelissen verricht een baanbrekend werk als het aankomt op fysieke fitheid van ruiters. Maar pakweg 4 jaar geleden stond ze er misschien net zo voor als de meeste bezoekers op deze avond. Oh, dat denk ik wel. Ik weet niet hoe de meeste mensen hiervoor stonden, maar wel inderdaad dat je gewoon compleet blanco geen idee hebt van dat dit er eigenlijk ook nog is. Jij hebt een complete metamorfose ondergaan in die periode. Ja, ik ben echt enorm veranderd en ik ben er ook heel erg blij mee. Ik merk ook gewoon dat ik zoveel verbeterd ben. En is het dan leuk om dat nu door te geven aan mensen die dat nog niet weten? Nou ja, ik vind in ieder geval, ik probeer alles wat ik weet en mijn ervaringen om die te delen. En als mensen daar wat aan hebben, dan kunnen ze dat meepikken. Als ik van het heel normaal in de regel, dan zal ik niet alleen mijn paard optimaal opleveren, maar dat ik zelf gewoon top 100% fit moet zijn. Je maakt wel mooie foto's of films, maar heb je ook iets geleerd vandaag van Adelinde? Ja, zeker. Wat heb je opgestoken? Ik denk dat ik zelf inderdaad meer aan de losheid moet gaan werken. Dat het toch belangrijk is dat je zelf net zo hard aan het werk bent als je paard. Want hoe zit dat nu? Te stijf in het zadel? Ik ben er al mee bezig, maar soms nog wel, ja. En heb je ook gezien hoe je dat kan oefenen, hoe je dat kan trainen? Ik denk wel dat er zo'n balansbal gaat komen. En ademhalingsoefeningen, dat soort dingen. Ja, lijkt me wel heel leuk om mee aan de slag te gaan. Ik vind sowieso dat er eigenlijk veel te weinig nog gedaan wordt aan de ruiter. Ik vind dat er eigenlijk nog veel meer aan de ruiter zelf gewerkt moet worden. En uiteraard het paard ook niet vergeten. Ik bedoel, dat blijft ook maar alleen maar het paard. En als je dan jezelf niks aan jezelf doet, dat vind ik niet kunnen.